Welkom allemaal, ik ben Johan Michigan. Vandaag is 15 juni. It's my birthday. Vandaag ben ik 50 jaar geworden. Ik wil de Heere God bedanken dat ik vandaag mijn 50ste verjaardag mag vieren. Tel uw zegeningen één voor één. Tel ze alle en vergeet er geen. Tel ze alle, noem ze één voor één. En gezien Gods liefde dan door alles heen. Hieperdepieperdepiep, hoeray! Johan, je bent vandaag 50 jaar geworden. 50 dagen, maar 50 jaren. Het is de genade van onze lieve Heer dat je 50 jaar mag worden. Het is een genade, het is een zegen. Het zijn niet al die jaren makkelijke jaren geweest, ups en downs. Maar God heeft laten zien dat Hij een God is die alles prachtig maakt in zijn eigen tijd. En wij als jouw gezin namen Charity, Daphne, Dimilio, sowieso, Mivende en Shomairo, wensen we je een geweldig, geweldig nieuw levensjaar tegemoet. Heel veel zegen, nog meer creatie, nog meer lobby. Alles wat de Heer voor jou in petto heeft, dat je dat mag krijgen. Bogo, 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 bogo. En we gaan voorwaarts. More love, more power. Schat, gefeliciteerd. Hartelijk gefeliciteerd, mijn mattie Johan. Wow, 50 years. Congratulations, my good friend Johan, with your 50th birthday. Wow, you have reached it. Weet je wat de Bijbel zegt? De Bijbel zegt, 50 spreekt van een jubeljaar. Jouw jubeljaar, Johan, is begonnen. Ik wens je veel zegen en kracht toe van de Heere God Almachtig. Dat de Heer je mag zegenen. En laat me je één ding zeggen. Your better days are yet to come. Je beste jaren, je beste dagen zijn voor jou, niet achter jou. De Heer zal je zegenen, zal je nog meer tot zegen laten zijn voor vele mensen. En namens mijn vrouw en mijn kinderen, mijn gezin, wil ik je heel veel zegen toebidden. En dat al jouw harteverlangens in het plan van God voor jouw leven in vervulling zullen gaan. Alright? Have a wonderful time, a wonderful day with your family, with your loved ones. En weet dat wij houden van je vanuit Suriname hier. En veel zegen van de Heer. Laten we Gods zegen ook over je leven uitspreken. De Heer zegene je, Johan. En behoede je. De Heere doet zijn aangezicht over je lichten en zij je genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over je leven en schenken jou zijn goddelijke vrede. Zijn shalom zal met je zijn en blijven tot in lengte van dagen. Blessings. En ik zal zeggen, have a wonderful time with your family and your loved ones. We love you here in Suriname. En mogen de Heer je rijkelijk en overvloedig zegenen. Have a wonderful time. Welcome to the club of 50 plus. Alright? Je jubeljaar is begonnen. God zegene je rijkelijk. We love you. Blessings. Hey, onkel. Hi. Hartelijk gefeliciteerd. Social lobby, chaipi lobby. Social lobby, ompie. Ja, we zijn blij met u en heel veel wensen. Heel veel kracht, gezondheid en liefde toegewenst. Ja, zeker. Ciao, ciao. Love you, bye bye. Adi miere you fayari, nemi confesteri you. Fam sap singi toch om Johan? Ik ga niet lang praten. Mino tak lang, hè? Mino taki langa sefi sefi. Me fasteri anga 50 jaar di tapuya ye om Johan. I mu tapu 100 jaar ye. Anga gusontu pisi nyanga dingi. Mwenke sayabi kaba. Mi trotsa i tapu. Mi lobby you. Om Johan, alasa mi winsi mi sefi. Fwa universum, ma inya universum, mi winsi gi you. Hey Johan, van harte gefeliciteerd met je 50ste verjaardag, man. Ik wens je nog vele jaren na deze in goede gezondheid. Dan kunnen we natuurlijk wat mooie producties blijven maken. Ik zou zeggen, geniet van je dag en tot gauw. Van harte gefeliciteerd met je 50 jaar.
Abraham, welkom to the club. Waarschijnlijk zal je het niet meteen merken, maar er zullen zeker kwalen komen. Van harte gefeliciteerd Tekade. En we zijn trots op je. En blijf mooie muziek maken, want we genieten van je. En ik drink een wijntje op jouw gezondheid. Van harte gefeliciteerd. Ivan Levin, Nanga Heerteam voor Radio De Leon. Jaar en still going strong. Nee man, dat moet gevierd worden. Dat moet zeker gevierd worden. Een halve eeuw. Een halve eeuw, dat lijkt zo snel te gaan of zo. Het leven is kort, mensen. Geniet. Geniet. Denk aan ja, de dingen die mijn vader heeft gedaan. Wat hij doet, waar hij in gelooft. Wat hij nog steeds doet. Op zijn manier.
En daar kunnen we allemaal van leren. Ik leer tenminste zelf ook elke dag van hem. Soms zit ik gewoon in mezelf gewoon een discussie te houden met zijn stemmetje, zeg maar. Dat ik gewoon denk van, oké, hoe zou hij dat gaan aanpakken? Wat zou hij hiervan vinden? Oké, misschien moet ik het zo en zo aanpakken. Dus ja, ik ben trots om u mijn vader te noemen. En ik ben trots om u de opa van mijn kind te noemen. En ik ben trots op eigenlijk van alles van u, alles. Ja, heel trots. En gefeliciteerd met uw verjaardag. Ik hoop dat u ervan geniet en dat u al onze liefde voelt. En ja, de mensen kunnen geen genoeg van u krijgen. Ook niet na 100 jaar, na 50 jaar, maakt niet uit. Ze kunnen niet genoeg van u krijgen. Hey, Bala, we feliciteren. We beggen Libigi, Bala, Libigandi, Itapuayali, Imu Libigandi, Bala, Angawi. Ja, we feliciteren. Namens Ahifami, alle kennissen, alle samatendo, alle liba, Njuka liba, tendo, alle dentaliba. Hey, en dan wang. Hoeré! Onkel Jay. Met de genade van God heeft u weer een jaartje erbij. Hierbij feliciteer ik u van harte met uw jaardag vandaag. Mogen de Heere God u zegenen in uw nieuw levensjaar. Isabi, hou etaki. Hou eset sani. Orengosodore. En succes in uw verdere carrière. Set sani bigiwan. Safouwe doen. Oshi. Johan, ik feliciteer je met je verjaardag. En ik wens je heel veel geluk en wijsheid en de toekomst met je gezin. Johan Misijan is geboren in 1970 in Paramaribo, Suriname. Op 14-jarige leeftijd begon hij met muziek maken, waarbij hij zich aangetrokken voelde tot de basgitaar. Het bleef bij enkele optredens met kleine groepen. 4 jaar later vertrok hij naar Nederland omdat hij zich wilde bekwamen in de muziek. Met nog 4 andere muzikanten richtte Johan in 1991 de band Heavy Duty op. Ze speelden voornamelijk lokitte muziek, waarvan er 1 LP op de markt verscheen die ontzettend populair werd in Frans-Guyana. De band bestond uit 5 leden, waarbij Johan naast het bespelen van de basgitaar ook nog moest zingen. Dit werd het begin van zijn zangcarrière. Oké, dan, we staan 20 man voor. Brazuma na you en zij het doek in haar band. Wel, mina Johan, Michigan, we play bas en we zingen. Dames en heren, dit is naar Bassus plus zanger Johan Misnika. Achal werd Johan solozanger. In 1993 maakte hij een solo tour in Suriname. Hij trad hierbij 24 keer op. Tegelijkertijd verzorgde hij ook een optreden in Frans-Guyana. Johan was meteen ontzettend populair. Binnenkort komt er een cd van jou uit. Hoe heet die? Daarboven staat mijn naam natuurlijk, Johan Misijan. Maar een titel, een van die titel uit mijn repertoire heet Mifeniwang Uma. Dat is in het Nederlands vertaald dan, ik heb een vrouw gevonden. Ja. Ja, ik ben een vrouw tegengekomen. Ja. Dat wordt een titel van mijn cd. Hey, ik heb ook begrepen dat je eigenlijk een echte vedette bent, hè, in Suriname, Guyana, die kant uit. Ja, best wel. Mifeniwa Uma bezorgde hem een jaar later een nominatie voor populairste Surinaamse artiest, bepaald door de kijkers van ATV Suriname. Onder BNL Music kwam zijn 2e cd... Miwani See You uit, waarvan de producer van Travassie, Leslie Leeflang, zorgde voor de productie.
Op deze cd komen salsa, merengue en bolero nummers voor. Deze week in ADV's video top 15 hebben wij twee gasten die op vakantie zijn in Suriname. Die zijn? Lagadu, Henk van BNL Music. En? Johan Misijan. Wij zitten al een hele tijd in muziek eigenlijk. Dat is het label, het BNL Music. Wij zijn een groothandel in Latijnse muziek. We zitten al een tijdje erin, maar het idee was er om een cd op te nemen. In een taal dat niemand verstaat. En we hebben Johan een beetje gehoord en ik vond hem, hij ziet er goed uit en goede stem. De dag. Mm. En met Johan even praten en kijken en gelukt. Het unieke van deze cd is dat de teksten in het Alkaans, een Surinaamse Bosland-Creoolse taal, zijn. Het Alkaans is tevens de moedertaal van Johan, vandaar dat de woorden vrijelijk en perfect met de muziek meegaan. Deze cd werd onder grote publieke en mediabelangstelling gepresenteerd in El Centro in Amsterdam. In ditzelfde jaar, 1997, ontmoette Johan de muziekgrootheid professor Rudy Bedacht. Dit bleef niet slechts bij één ontmoeting, want al gauw leerde Johan van hem muzieknoten lezen. Hij schreef zich namelijk in op de internationale muziekschool. Niet vreemd dus dat Johan werd vereeuwigd in een boek dat professor Bedacht schreef in 1998. In zo'n boek kan een Johan Misijan niet ontbreken. Oei. Volgende exemplaar aanbieden aan de man die wij dus reeds hebben gehoord via zijn plaat. Ik heb een poster van hem meegenomen. Dat gaat een beetje schuin achter de stoel. Maar u kunt hem helemaal in het boek zien. Dat is namelijk Johan Misijan. Die is namelijk de unieke vertolker van salsa in het Alkaans. Johan Misijan. Hetzelfde jaar kreeg hij twee huldigingen, namelijk als masterzanger van Papa A Promotion en populairste artiest van ATV Suriname. U bent? Ik ben de heer Abena Alphons. Waarom die trofee en waarom Johan Misijan? Nou, als je het goed bekijkt, niet waarom Johan Misijan. Het is Johan Misijan reden waarom. Omdat Johan Misijan een man is met veel talent. En omdat hij veel talenten heeft, moesten we hem eigenlijk benoemen tot master. En hij speelt verschillende soorten van muziek. Hij begon met bobbelin en nu zijn laatste cd is een salsa cd en hij heeft het wel verdiend. Dus hebben wij als binnenlandse jongeren eigenlijk besloten om hem eigenlijk te waarderen. Als iemand iets doet, ben je verplicht de persoon te waarderen. En in dit verband hebben wij gekozen voor Johan Misijan.
dat wij hem moesten hulden tot master in zang. In 2001 kwam de derde cd uit, Opodansi, geproduceerd door Glenn Gadum. Waka kong moi mama, mi wanita kiangai, matia mu waka gwe, pika mi fan no do you, esi day be pasa yaba, inke wa upala ni pasa gwe, mati fa elongwe de, yo hane de defi e de aye. Het succes bleef niet uit, want Johan had een nieuwe dimensie gegeven aan salsa, namelijk Alkaanse salsa. Ook op de Nederlandse Antillen wordt zijn muziek ook hoog gewaardeerd. Een rol in de populaire Surinaamse film De Zwarte Dag bleek ook weggelegd te zijn voor onze salsa-artiest. Maar hoe zit het met mijn moeder en mijn broertje? Je moeder en je broertje? Nou, die moeten hun straf maar uitzitten. Had je hetzelfde gedaan, dan zat je er ook in. Goeiedag. Goeiedag. Ik heb vernomen dat John Prinskap hier woont. Ja, maar wie bent u dan? De vader van haar. Even hoor. Ja. John, er is een meneer die met jouw vader te zijn. Even kijken. John, 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 hoe gaat het, John? Waar is je moeder? Waar is je moeder? Huh? Mama. Weer werd hij in 2002 door de Surinaamse organisatie The Crew Entertainment uitgeroepen tot beste salsa-artiest. En van de Nederlandse stichting Suriname Awards kreeg Johan een award voor zijn positieve bijdrage aan de ontwikkeling van de Surinaamse muziek. Van Moor TV Nederland kreeg hij de Caribbean Music Award in de categorie Beste Salsa-artiest. In 2003 trad hij met Oscar Harris en Latin-zangeres Dahlia Negra op in Suriname. Hij werd ook hartelijk ontvangen door president Ronald Venetiaan, aan wie hij zijn 3 cd's aanbood. Johan Misijan heeft gisteren 3 cd's aangeboden aan president Ronald Venetiaan. Het gaat om zijn nieuwste cd Opodansi en de eerder uitgebrachte albums Miwanishiu en Mi Finiwa Uma. Met deze geste wil de artiest duidelijk maken dat hij Suriname een warm hart toedraagt en voornemens is ons land nog verder te promoten in Europa. Misijan is hier voor de opnamen van de videoclip van zijn laatste cd Opodansi. Met deze clips en muziek wil Misijan Suriname meer bekendheid geven in het buitenland. President Venetiaan was bijzonder ingenomen met de geste en heeft veel waardering voor de doelstelling van Misijan. De zanger die van Alkaanse afkomst is, zingt voornamelijk in zijn dialect, het Alkaans. De melodie op de nummers varieert van salsa, merengue, bolero, zouk tot bobbling en cacico. Johan blijft niet stilzitten, want hij wil de top bereiken. Johan heeft een grote doorbraak gemaakt met die Latijns-Amerikaanse muziekstijl die hij presenteert. En Alawi de Fieman Pansu. Tampo e baka we kia hala. En ahala Johan voor den fieman pansu na vele wo gie namo u tampo e baka. Hey Johan, je staat naast groepen als Grupo Nietzsche, Mark Anthony op de schappen
Johan, jouw muziek is ingeslagen. Fantastisch. Go for it. De muziek van Johan Misijang, het is uniek. En je kan ook praten over apart. Hij is een van de weinige artiesten die deze stijl zingt of maakt. En daarmee heeft hij wel heel veel publiek veroverd in Suriname. En ik hoop dat hij internationaal ook die doorbraak maakt. Hij is een artiest die altijd gaat voor kwaliteit. En dat maakt zijn producties altijd interessant. Suriname wil hij ook positief helpen uitdragen. Vandaar dat hij ook beelden van zijn geboorteland heeft opgenomen in zijn videoclips, bestemd voor zijn eerste DVD. Van Johan Misijan zult u nog veel meer horen. Ik heb het over Master Johan Misijan, a.k.a. Latin King of Suriname. Give it up! Look for my baby.
If you ook toegeboren in Suriname, Dima Anu. Alla Suriname! Oké. Okay. Jammer, 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 jammer. Oké okay dan. Piep, piep, piep. Hoeré. Happy birthday, opa. Ompie. Nog vele gezonde jaren na deze. Love you. Love you. God bless you. Hey Johan, leuk feestje, hoe de nas aan het jaar zo. Ja, het is goed. We posteren bij je vrouw dat er een patra zei. Jammer genoeg, als je dat niet zei dan, je ziet ook, dan we zitten aan kon direct. Maar heel binnenkort, ja, alles aan de achter de COVID zijn niet. Dan verwachten we je weer hier natuurlijk. Maar alvast. Hartelijk gefeliciteerd met je verjaardag, bro. TKD. Dag Johan. Heel hartelijk gefeliciteerd met je verjaardag. Ik wens je een hele fijne dag toe. En ik ga op jou proosten met een goed glas Bodosiri. Cheers. Mi biggy boy, Johan, Missijan, mi versteer je. Nang ay for yari day to day, nang ay bigi yari sa itapo. Busonto, lobby, kakiti, fisa libi gomo fa we take itapo 100 yari. Bless you. Come on! Come on!
Dames en heren, maar is salsa zo moeilijk te dansen? U ziet een voorbeeld. Mie dansen, maar naar mie fasi. Ik kan dansen alle keer vier stap dan salsa. Ik kan dansen gewoon naar trafasi, oké? Zolang hij is, ik kan maar fasi. Het volgende nummer is... Dan nou, hippie. Hoeré! Johan Misijan, van harte gefeliciteerd namens de heren van Black Harmony. En uw zoon, ook van harte gefeliciteerd. Wens u veel geluk, kracht, gezondheid. Ga doen we hier aan jullie. Adewi yere du fayari Nevi kofas tevi yu Vila chali wafas ensi Mabamora vi chali yu Dibi pura
Pa, wij willen u van harte feliciteren met het bereiken van uw 50ste levensjaar. En voor de komende levensjaren wens ik u zelfbewustzijn, innerlijke rust, balans en verantwoordelijke welvaart toe. Ik zou zeggen, geniet van uw dag in alle liefde. En ook ik wil u feliciteren, pa, met het bereiken van uw 50ste verjaardag. Ik wens u heel veel kracht, gezondheid en wijsheid toe in uw leven en ook liefdevolle jaren. Maakt u er een leuke dag van en geniet u zeer zeker van uw dag. Van uw zoon en uw dochter, Abis Revi. Hiep, 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 hoeré! 50 jaar, Johan Misijan. Yo, mijn versterre jaren, na maar 50 jaar. Moro krachti, moro lobby, moro power, moro singi, moro big tunes. No, we wensen dat die Abra make you hit in Zuid-Amerika. Abra, kon je grondtapu, een beetje grondtapu. Wat wereld dit. 50 jaar. Gefeliciteerd. Missy Dan, I'm grateful to God that you are now 50 years old. It's just a number age, so do not look at it like, okay, life is going to change. It's going to go on the same. Keep on your good spirit, keep on your confidence in life. I'm privileged to have known you, and I just want to let you know that I'm so thankful that you have given me an opportunity to be your spiritual mentor for your family, and seen good things come up for you. And I believe that the years that are ahead also are going to be full of God's goodness and God's grace. May God keep you safe, keep you protected, and above all, may you prosper even as your soul prospers. In Jesus' name, amen. Nawasuma fayari tide. Hip 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 hip. Hooray! Ay, Johan, gefeliciteerd van ganse harte met je jaardag. Ik wens je God zegen. God zegen met alles en bij alles wat je van plan bent. Bogo bogo blessie, wens ik je. Oh yo, ja mam. Boy pita van biggie jaren te de mam. Ja mam, Johan van harte gefeliciteerd. Heb een hele mooie dag. Geniet met alles en iedereen daar om je heen. Somara en alle dames en heren daar in huis. Ik feliciteer jullie allemaal met de felicitatie van je man en jullie vader. Hebben jullie een heel plezierige dag. Oké? Take a day. Lobby. Sisa. Sisa. Bilobio. Je t'aime, chérie. Oh. I love you. Nayumi waniba. Tak sai lo bibi me chame o pai de Sisa contaye me no that you love me beshe e fiti me bibi ai Sisa contaye me no chita chita Sa
mi kindi tre mi ka mi sabitak bis na da do jimi bis na mi heli bilanga na to kontrani a mi si fawota na waga do ani na mi anga yuawa musa faweli bi no go tegi mati de kampori un libi ma mek mi anga yuawa Set Osani, ya no one's panoma, ona vividri. Hey, Sisa, kontaye me no, that you love me, mention everything we live in. Ay, Sisa, kontaye me no, that you love me, mention everything we live in. Hey, yeah. Thank you, Kabanga Mio. Man, I know for seeing you begin. Then lay give me them in no big hidden. Makado, me begging hidden. Be you subtaka not true. Make you oppo me. Hey, I love you, me thanking. I got a say give me oh. Me day, me day boom. Me head in a bit more boom. Hey, I see that. Matin no more calling you. You pay me wa ma, and me pay no uma. Hey, Sisa, come take me no, that you love me, make sure everything believe. Ah, Sisa, come take me no, that you love me, make sure everything believe. Hey, Sisa, come take me no. Brada.
van harte gefeliciteerd op deze hele bijzondere dag. Je bent vandaag 50 geworden en dat is niet niks. En zoals je weet hebben velen een poging gewaagd, maar ze zijn helaas niet zo ver gekomen. Ik wens je echt het allerbeste toe. Ik hoop dat je een kans vindt om stil te staan bij datgene wat de Heer voor jou betekend heeft de afgelopen 50 jaar. Als je even nagaat, Johan, waar je vandaan komt en waar je op dit moment bent, dan kunnen we alleen maar zeggen, zo genade, brada. Denk daar alsjeblieft aan en ga alsjeblieft door met jouw originele, innovatieve manier om de Surinaamse muziek tot ontwikkeling te brengen. Het liefst was ik helemaal in België om je een warme brasa te geven en het feest met je mee te vieren. Maar helaas dwingen de huidige omstandigheden ons om het op deze manier te doen. En ook nog een bosje bloemen erbij. Abumi Brada, ga lekker feest vieren voor datgene wat mogelijk is. Want ik weet dat het een hele kleine club zal zijn. Maar TKD en heel veel zegen nogmaals toegewenst. Ook namens mijn vrouw Juliette vanuit Amsterdam, Nederland. Blessie, bye bye. Ik wil de Heere God bedanken dat ik vandaag 50 jaar ben geworden. Verder bedank ik mijn gezin, alle vrienden en kennissen, mijn familie en in het bijzonder de fans. Het zijn 50 bewogen jaren geweest met ups en downs. Leuke momenten en ook minder leuke momenten. Maar ik hoop nog 50 jaar erbij te krijgen. Ik ben nog niet uitgezongen, dus ik blijf creëren voor jullie. Moro poko, moro dansi, moro plesiri. Ik hoop van jullie allemaal. Ik hoop jullie allemaal te zien en samen te drinken met jullie. I love you all en soso lobby. Mi lo vivo, mamá. Mi